wat er gebeurde in de vorige aflevering. Max ging samen met Robin verder naar hun klasse toe. Ze leerden verschillende spreuken, zoals alla humora, waarmee ze deuren konden openen. Ook leerden ze Wingardium Leviosa, waarmee ze objecten konden laten vliegen. Uiteindelijk leerden ze de grote en machtige spreuk Bombarda Maxima, waarin ze in een groot onderwaterstelsel kwamen en ze snel naar boven moesten zwemmen, omdat het water begon te stijgen. Ook hebben ze leren vliegen. Ze gingen op een bezemstil heel het kasteel rond. Zo, ik word hier lekker wakker in mijn bedje weer voor een nieuwe schooldag. Als het goed is Robin ook al wakker, die bevindt zich hier ergens. Robin, waar ben je? Hallo. Volgens mij, ik zie ze neemt ik daar eens zie. Jongens, welkom allemaal bij deze leuke nieuwe video van Harry Potter, Minecraft, de magische avonturen. Van Robin! Ja, je hebt me betrapt, hè. Wat was je dan? Steentjes aan het tellen. Ja. Oké. Hey, we moesten professor Sprout vinden, want Robin, vandaag hebben we zo'n leuke les. We gaan vandaag letterlijk met plantjes wroeten en onkruid wieden. Wieden. Maar voordat we dat gaan doen, jongens, moeten jullie zeker even abonneren, want met mijn toverstokkie tover ik een abonneer. Knop tevoorschijn, dan kan je nieuw op drukken. En dan kan ik net zoals al die andere YouTubers zeggen, je hebt 5 seconden tijd om te drukken. Maar nee, jij hebt net zo lang de tijd dat jij wil dat je abonneert. En like gelijk even. We gaan voor 3000 likes. Bij 3000 likes gaat Robin naakt. Robin, laten we naar professor Sprout gaan en onze, hoe heet de les eigenlijk? Herbology. Herbology, ah. Geen nee, het heet in ieder geval iets met plantjes. Pst. Wat is er? Pst. Pst. Wat is er? We hebben geleerd om deze planken kapot te maken. Oh, zou ik eens kijken? Hoe doe je dat ook weer? Hoe doe je ook weer? Radium Leviosa. Hoe doe je ook weer je spel veranderen? Oh ja, zo. En dan Bombarda Maxima. Ja, Bombarda? Maxima. Oh. Wat gaan we hier vinden, Robijn? Geen idee. Hier gaan we. Op eens op het rooster. Drill. Oeh, zo, je hoort het ook helemaal. Huh? Hebben we hier niet onze les gehad? Hier beneden? Nee. Hoor je die duistere geluiden ook? Ja, die duistere soort rioolachtig geluidje. Ja. Oeh, maar we moeten voorzichtig zijn. Waar gaan we heen? Welke kant pakken we? Samen. Links. Dat deed je echt veel te lang over. Oké, wat is hier links? Wat vinden we hier? Huh? Waar zijn we? Ja, het is gewoon een gang. Jeetje, dan gaan we gewoon rechts. Oh mijn god. Ja, dan gaan we die andere kant op. Maar nu hebben we misschien een snellere doorgang, waardoor we sneller ergens heen kunnen. Oh, hier moeten we wel oppassen. Hé, daar kunnen we weer breken. Zie je? Hey, maar hier is een hele trap naar beneden. Oeh, laten we die nemen. Geen idee waar we uitkomen, maar ja, ik ben heel benieuwd. Dan komen we ineens bij Fluffy. Of hoe heet die hond? Die driekoppige hond. Oh, ja, bij de Chamber of Secrets. Chamber of Secrets. Oh, gast, zullen we die deze aflevering zoeken? Dat we die badkamer vinden en dan kijken of we die spel kunnen, of iets kunnen doen waardoor we daarheen moeten. Oh, ja, waar zijn we? Dat kan. Gast, het is groot hier, ouwe. Ik denk niet dat het doel is dat we hier mogen komen. Huge. Wacht, ik ga deze kant op. Volgens mij mogen we hier dan denk ik niet komen, maar laten we het gewoon doen. Fuck it. Waar zijn we? Huh? Hier wordt het een beetje tempelachtig. Ah, ik heb al een idee waar we zijn. Is dat zo? Nee, ik heb echt geen idee waar we zijn. Volgens mij zijn we verdwaald. Het is ook echt mega groot. Huh? Laten we maar deze kant op gaan, dan komen we een beetje richting de bewoonde wereld. Groot. Het is echt mega. Hier komen we tenminste nog ergens, weet je? Hele andere kant van de school. Ik denk dat we niet bij de greenhouse uitkomen. Lijkt ook wel een beetje het gebied van... Wat is dit? Auwe. We zijn in een soort chamber terechtgekomen alsnog. Wat is een dit? Een soort kerker. Hé, hey, een gouden snaai. Hier, ik heb hem. Hallo. Gecollect. Yeah. Oké, laten we nu doorgaan naar de greenhouse. Goeiedag, collega's. Weer een vrolijke nieuwe dag met planten en bloemetjes. En oh, daar heb ik zoveel zin in. Ja. Yeah. Hallo. Max. Ja, het begint de les. De lerares roept. Oh, de les begint. Laten we beginnen. Sorry. Maakt niet uit, we zijn te laat. Kijk, daar zijn we aangekomen. Welkom iedereen. Welkom bij Greenhouse 1. Nou, kom maar bij jongens. Kom maar bij. Vandaag gaan we leren hoe je met mandrakes moet omgaan. Wat zijn mandrakes? Dat zijn van die plant, die schreeuwplanten. Oh, dat je met het potje had dat ze nou wiii, gaan schreeuwen. Ja, die ja. Oké, dus we mogen die plantjes niet horen, maar we moeten ze wel uit het potje zien te halen. We moeten van die earmuffs op doen. Ja, we hebben dus een soort van oorbescherming nodig, waardoor je er wel tegen kan. En het is heel serieus. Oké, daar heb je ze. Dus we moeten oppassen. Zegt ook, als je er ooit een keer eentje tegenkomt in het wild, moet je oppassen. Ja, dus wanneer je de oorbescherming op hebt, dan kun je die planten gewoon weer de aarde induwen en dan zijn ze weer stil. Dan kan je ze gewoon erin duwen. Kijk, dat zijn de oorbescherming dingen. Oké, we moeten dus alle sterren collecten in elke greenhouse die we hier vinden. De 4 in ieder geval. Zonder dus dood te gaan door die beesten, dat we doof worden. Nou. Laten we de earmuffs eerst even pakken. De koptelefoontjes, waar liggen die? Ja, ik denk dat die hier in de dingen ernaast zitten. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat dan? Ga het lopen heen, doe maar. Ah! Oei! Loop eens. Oei! Oh, wat ligt hier? Ah,
Hij doet op een gegeven moment gewoon echt pijn. Oké, pick up de earmuffs. Oké. Wat zie je er mooi ik uit? Ik hoor ook gewoon niks meer. Oh, jij ook? Ah, wat zei je? Oh, je hoort helemaal niks meer. Hier. Ik heb hem in de aarde gedaan. Nee, shit, ik heb hem afgedaan. Oké, ik collect de ster, Niet op shift drukken. Ik heb de ster. Oké. Zo. Nou, nu is hij af. Ja, we moeten denk ik bij elke keer dat je in een nieuwe hok komt, moet je hem pakken. Wat is dit? Ah, boeien, dit zal niks zijn. Laten we naar de volgende greenhouse gaan. Ik denk dat we elke keer opnieuw de earmuffs moeten collecten. Hier, ja, hier heb je ze. Oké, ik hoor helemaal niks. Het is gewoon echt def, ben je gewoon? Ja, je bent echt doof. Oh, je moet niet springen, inderdaad. Oh, hier heb je hem. Hoe kom je? Ik duw hem wel in. Ik wil dit doen. Nog één. Oh, wat ontzettend grappig dit. Waar is de ster dan? Nou, daar voor je neus. Pannenkoek. Help mij! Bombarda Maxima! Zo. Kikkers! Weer Neffelse pannen. Hebben ze? Volgens mij wel, hè? Ik denk het. Oh. Oké, nou, we hebben de ster. Hoppakee. Gecollect. Nog yes. 2 te gaan. Hey, moeten we al over. Kijk, het is leuk dat ze een beetje van alles leren, want... Heb je nou open gedaan? Heb je hem open gedaan, hè? En dan ga ik looten. En sleutel, een antidote, weed en nog meer soort weed. Nou, top. Dan kunnen we er nu weer uit. Nou, leuk. Dan gaan we er weer uit, inderdaad. Nou, goed geloot. Oh, en hier heb je een key voor nodig. Kijk. Kijk, die key heb ik. En dan kan de deur open. Op zich, die planten vind ik maar helemaal niks. Ja, ik heb ook niks met planten in dat opzicht. Als het goed is, is hier ook nog één, deze hier links. Ja. Ja, eerst deze doen. Eerst deze doen. Laten we maar weer naar binnen gaan. Ik hoor het alweer, hoor. Ja, hey, hoppa. Hoppa, de grond in. Nou, laten we verder lopen. Over het hekje heen. Waarom kun je niet met een koptelefoon op springen? Ja, weet ik niet. Dan valt hij gewoon af. Hallo. Weet je wat die dingen denk ik zijn? Wortels. Papagaaien. Ik denk dat het legit papagaaien zijn op je nek. Omdat je springt, dan gaan ze af. Ah, ja, ik snap wat je bedoelt. Wacht. We moeten eerst erop goed springen, denk ik. Het is een beetje parcouren. Ik hoor hem. Oh, ik hoor hem. Hoe ben je daar gekomen? Ja, weet ik ook niet. Auw! Oh, hier kun je ze weer pakken. Oh, hier kan je hem gewoon pakken. Ik zal deze even terugduwen, want... Duw hem alsjeblieft even de grond in. Zo. Ja, dan duw ik deze de grond in. Kijk hem aan kraaien. Ik vind ze echt heel grappig. Hier, wel leuk dat je een beetje parcours hebt. Jij gaat de grond in. Ja, dan moet je een beetje nadenken wat je doet. Hey, de ster. Hoppakee. Hoppakee. Nou, dan kunnen we weer omhoog. Ik hoor weer, hoor. En grappig dat het geluid helemaal wegvalt. Ja. Volgens mij hadden we die in het... In welke hadden we nog gemist? Die in hun eigen moeten we naar rechts voor. Die daar, hè? Ja. Ja, ik kan het zeggen. Die hebben we als laatste nog. Nou, waar zijn ze? Kutbeesten. Oh, hier zijn er geen. Of zo. Huh? Oh, hier is parcours. Ik denk het wel. Er is weg. Wacht, kunnen we hem nog... Oh, deze kunnen we ook gewoon niet de grond in duwen. Hij zit in een hockey. Oh, jawel. Ik kom hier... Oké, omhoog dan. Nou is het parcours. Parcours waarheen? Hé, hier is een hendel. Die hou ik over. Ik weet niet wat het doet, maar... Oh, dit heeft een ladder hier. Auw! Oh, wacht, dan kan je hier pakken en dan met de ladder omhoog. Nee, wacht, je moet het ding eens pakken, die koptelefoon. Ja, ik heb hem gepakt. Nee, ik heb hem niet gepakt! Je hoort zeggen, je hebt geen koptelefoon. Hallo, tot ziens. Oké, dan springen we naar de overkant. Zo. Nou wil ik een ster pakken, want... Wil jij de ster pakken? Hier, dan ga ik zo staan. Pak mijn ster maar. Oh, lekker zin! Oh, hey, we hebben hem gehaald. We kunnen weer terug. Ja, nou, die hebben we dat echt ook... Heel leuk. Met muggen. Ja, dat op een hele op een zomeravond, als je dan in je bed ligt, hoor je dat geluid. 10 punten naar Hufflepuff. Yay! 10 punten naar ons. Hey, Harry Potter zit hier ook. Je moet even met haar praten. Krijg ik ook 10 punten? Yeah! 10 punten naar Hufflepuff. Zit Harry hier ook? Waar dan? Hier links. Is toch Harry, of niet? Nee, die heeft een blauw vestje aan, dus dat is Ravenclaw. Oh, we moeten naar de Transfiguration Classroom. Wat gaan we doen? Oh, dat is die spreuk die ik net nodig had voor die plant. Ah. Die Vera Verto. Daar zijn we nog nooit geweest, volgens mij. Wat is Transfiguration? Wat is dat? Veranderen. In een, dat is denk ik morphen. Van die... Ah. Ja, van die lerares die een kat kan veranderen. Laten wij naar een nieuwe les gaan. Robin, kom nou. Dat is de leraar. Ja. Ach, nu ben ik eerder. Ja. Hier. Nou, ik ben er, hoor. Hey, rustig aan. Dat is die kat, inderdaad. Nou, ik ga zitten op plek. Toch? Wait for everyone to get ready. Oké dan. Kijk, zij is legit inderdaad gewoon... Mm-hmm. Oh, wat lijp! Wow, dat was oprecht heel cool. Mag ik iedereen aandacht alsjeblieft? Mm-hmm. Ja, natuurlijk, McGonagall. Vera Verto. Dus dan kunnen we leren hoe we dan die kunnen veranderen of zo. Mm. Ja, of gewoon alle dingen kunnen veranderen. Ah, very good, very nice. Oh, we mogen ook andere dingen kunnen we ergens in transformeren. Een papegaai kunnen transformeren in... Vera Verto. Oh. Nee! Nou, dat vind ik zielig. Dat vind ik nou echt heel sneu. Ik hoop dat ik jou ook kan veranderen in een dikke pad of zo. Nee, net als een pad. Oké, als wij blauwe particles om iets heen zien, dan kunnen we transformeren in een object. Nou, off you go. Off you go, best of luck. Thank you very much. Wow, kijk die reflectie. Wow. Is dat hieronder nou gewoon nog een keer gebouwd, zodat die reflectie er goed op blijft? Wow, dat slaat helemaal nergens op, hoe lijp dat is. Nee. Dat slaat echt nergens op. Oké, laten we de spel pakken. Zo, wat doet het? Het doet het. Oké, hier zien we op je... Oh, hier. Hier, kijk, komt-ie.
Ferra Vetto! Oh, een magneet! Oh, dus als je dan dit doet... Oh, my days! Wow! Oké, dus dit zou, dus kan je een magneet leuk van maken. Doenk! Oh, we moeten parcours maken! Kijk, en dan kun je zo... Hup! Kan dat ook terwijl je erop staat? Dat kunnen we nu wel proberen. Dit is een resetknop. Dus doe eens resetten. Ja, even iets voor nu. Want dan weten we... Nee, dat wil ik niet. Ga hier dan opstaan, dan kunnen we testen. Ja, okay. Ja. Dan doe ik zo dit. Nee, oké, je valt er wel af. Dus je moet een stabiel parcours maken. Maar kijk, als we die nou hierheen brengen, deze. Kijk, deze hierheen. En wat dan nou als je dan nog hierheen, een keer deze, is die dan sterk genoeg daarvoor? Ja. Ja, oké. En dan is het... ja, maar deze kunnen we niet verplaatsen, dat is het ding. En dan deze die kant op. En dan deze kant op. En dan komt hij. Kijk, ik ga hem leren aan je. Maar wat heb je gedaan? De magneet is zo sterk dat hij meteen alles pakt. Dus dit nu verpest, of niet? Oh nee, kijk, ik kan deze nog even wegsturen. Ja. Ja, stuur hem nog even weg. Kijk, dan halen we deze. Zo. Er moet eigenlijk even een blok tussen staan nu. Dat is het ding. Ja, volgens mij ook. Dus dan kunnen we deze wel even doen. Toch? Ja, en dan roepen we deze weer, kijk. En dan nu deze. En dan andersom, dan keren we hem om. Kijk, ik ga hem laten zien. Ik ben big brain, let op, hè. Zo. Oh. Kijk, zo. En dan zo sturen we deze hierheen. Waardoor we deze weer hierheen kunnen sturen. Waardoor we deze weer helemaal daarheen kunnen sturen. En dan kan je die activeren, ja. Deze. Mamma mia, groente. En dan nu activeer je die... nee, nog niet. Kijk, is dit. Dan activeren we deze even. We moeten hetzelfde doen, maar dan met deze. Let op. Ja, en dan, ja, dan die, ja. Heel zo, goed. Zo, komt die. Doen we deze. En dan nu... Activeer je die andere hier. Weer, die grote. En ja, dan en dan zo. Nee, nee, nu heb je het verpest. Je had hem alleen maar terug hoeven halen, dan waren we klaar geweest. Ik heb hem verpest, ik snap hem. A few moments later. Ja, we hebben hem. 100%, 100% dat we hem nu hebben. Ja. Oh ja, 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 ja. Ja, we hebben hem. We hebben hem. We hebben hem. En dan die grote. Deze. Hoppakee, ja. En dan nu die voor jou. En dan allemaal. Yeah! Ja! Jee, maar dat mocht even duren, maar we hebben hem. Oh, poepoe. Jongen, jongen, jongen. We waren heel goed en heel snel daarin, jongens. Dat duurde absoluut niet lang of zo. Nee. Jamer. 2 minuten? 2 minuutjes ongeveer denk ik over gedaan. Best wel snel eigenlijk. Ja. Nou, laten we doorgaan naar de volgende ruimte. Wat we hier nou weer moeten doen. We moeten een plantje... Hey! Doei. Dat zag er zo stom uit. Moet gewoon niks zijn, gewoon boing. Nou. Lijp. Hey. Wat moeten we nu doen? Wat is het volgende? Hey, ze is er al. Hallo mevrouw, wat moeten even we doen? Even kijken. Ja, gaan we doen. Wat moesten we doen? Geen idee wat we moeten doen. We moeten als een ridder, denk ik. Wacht, ik ga even kijken. Oké, Robin. Ja? We moeten... pak Bombardima of Stupefy. Ik pak Stupefy. Want dan kunnen we de beesten... die we tegenkomen, die zijn veel te groot en sterk. Die moeten we stunnen. Oh, ik heb een... Oh, nee. We hebben een groter spel nodig. Bombarda Maxima hebben we nodig. En dan... Oké, nu moeten we hem nu gestund hebben. Dan moet je hem transformeren. Snap je? Anders, ja. Ja, ze moeten hem stunnen en transformeren. Als ik hem stun, transformeer jij hem, oké? Okay? Ready? Komt-ie. Boom. Ja, volgens mij hebben we hem. Of niet? Oh, hij is nu gestund. Oh, nu. Ja. Oh. Nee, te laat! Nee, oké. Oké, stun jij hem en dan doe ik hem dinges, oké? Ja. Stun hem. Komt-ie, hè? Oh, ik heb niet veel tijd. Snel. Boom. Ja. Oh, en verander. Ja, het is een eend. Oh. Hallo. Hallo, lief eentje. Oké, dus wat we moeten doen, zijn we nu duidelijk achtergekomen. Je moet hem zo dusdanig veel damage doen dat hij eventjes van de kaart is. En daarna moeten we hem omtransformeren, want die guys zijn dus blijkbaar te sterk. Is ons eens me verteld. Wederom hetzelfde, we zoeken dat ding. Jij stunt, hij is hier. Jij stunt hem, ik transformeer hem. Boom. Kan nog niet. En... Achteruit. Go. Ja, en transformeren in eend. Ja. Oké. Nou, lekker simpel. Maar wat is het hele doel? Want ik neem aan dat we ook echt iets moeten doen. In plaats van alleen... die guys transformeren, dat is zeg maar het ding. Ze zei van, er staan hier ridders in, maar die ridders zijn net te sterk voor jou. Dus je moet... Hey, je moet ze transformeren. Zat er een key. In. Oh, daar moeten we een. Maar moeten we er niet nog in pakken? Misschien moesten we wel de juiste vinden, totdat we de key hadden. Ah, dat zou goed kunnen. Daar, ik denk dat er nog meer sleutels zijn. Hebben we dan niet de sleutel gemist? Nee, die hebben we... Nee, maar misschien moeten we een andere killen nog. De ridder vinden, om transformeren. Oh, ja. Oké. Nee, nog een keer. Ja, nog een keer. Dat is leuk, leuk zeggen, maar... ik sla hem wel gewoon een paar keer. Kan hij niet gewoon dood? Also, ja. Hij doet het niet. Laten we maar gewoon doodslaan dan. Sla hem dood! Nee. Nu. Ik kan hem niet omtransformeren. Nee, hij doet het niet. Oh, jawel. Een eend. Hoppakee. Zo. Goed zo. Even kijken. Maar wacht, misschien dropt hij iets. Ja. Hallo. Eend. Moet die eet dan niet gewoon dood? Ja, ik wou het waarschijnlijk moeten we elke. Ik denk dat we elke eend moeten hebben. Waarom? Die andere eend moeten we ook nog hebben. Waarom moet die eend dood, ouwe? Hé, hij is hier. Kijk, dit is makkelijk. Bombarda Maxima! Heb je hem?
Kill ik de eend wel? Doe ik wel heel sneu een beetje. Ja, nog een key. Nou, maar dan moeten we... Ik ga even kijken of ik die andere eend nog kan vinden. Ja, ga die andere eend maar pakken. Ik open de deuren vast. Hebben we hier nog een deur geopend? Hebben we hier nog een deur geopend? Ah! Wat is er? Ik kom hier zo wel achter. Wat is er? Ga jij maar eerst. Ah! Ik schrok ook helemaal kapot. Maar kunnen we hem niet transformeren? Au, het doet pijn. Het doet pijn, maar ik moet die koptelefoon op hebben. Ah, ik denk dat die goed is. Weg hier. Weg, 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 weg. Ah. Oh. Kunnen we hem niet gewoon vermoorden met een extreme Bombarda Maxima? Duw hem erin. Je kan het erop in. Dat kan niet. Duw hem erin. Maar daar staan koptelefoons. Staan die ook niet hier? Huh? Oh, oh my days. Oh, hier staan ze gewoon. Oh, hier staan ze. Oh, oh het is stil ineens. Is ik schrok ook helemaal kapot. Dan kan ik... Oorden. Oh, zo, nou, open de gate. Nou, waar zijn we? 1, 2 en 3. Wat moeten we doen? Nou, de deuren moeten open. Dan gaan we naar 1 inderdaad. Is die al open? Ja, 1 is zo open. Ik zie daar weer zo'n plant met... Oh, wacht. Daar kunnen we natuurlijk die nieuwe spel voor gebruiken. Wat? Kunnen we hier... Wacht, plant. Ja, kunnen we een point van maken. En dan? Maar 1. Oh, een lever. Oh, heb je hem? Ja, oké. Okay, ja. Aan de andere kant doe ik wel. Ik doe die andere wel. Ja, dat is en goed. En omtoveren. Lever, kom maar. Ja, got it. Hoppakee, parcours gemaakt. Nou. Oh. Boing. Boing. Ja, got it. Nice, wat lijp, ouwe. Hé, hey, waar ben je? Oh. Ik ben weg. Ah, en dan gaat de tweede deur. Hoppakee, die gaat ook open natuurlijk. Alright, laten we doorgaan naar kamer 2, want daar moeten we denk ik hetzelfde doen. Het is gewoon telkens jezelf parcouren naar een nieuw plekje ongeveer. En af en toe met beestjes en rotate pillen. Wat doet dat? Oh nee, we moeten weer met magneten gaan werken. Doe dat nog eens? Wat deed het? Volgens mij gaat dan... Ja, dit ding verandert. Ah, oké, wacht, maar wat kunnen we hiermee? Dat kunnen we... Oh, ja, dat is logisch. En dan doen we het zo waarschijnlijk. En dan kan je erop klimmen. En dan kan ik een lever overhalen. Oh, we moeten elke lever overgehaald hebben. Nu moet hij helemaal daarheen. Hij moet nu helemaal hierheen. Kijk. En dan moet ik deze lever overhalen. Deze hendel. Ah. En nu moeten we dat ding weer roteren. En dan moet hij hier naartoe. Ja, dus, kijk. Nog eentje verder, hè? Ja, ja zo nu. Ja. En nu kan je hem... Oh nee, eerst die. En dan kan je hem roepen via die. Ja, ik doe deze. Hoppakee, en dan roep jij hem weer. En dan kan je weer omhoog klimmen. En dan kunnen we weer een hendeltje pakken. En dan gaat het goed, dus dit open hier. Dingen open. En dan kan je een hendel overhalen. En dan hebben we level 3 gehaald. Nou, deze was simpel, moet ik zeggen. Ja, deze was makkelijk, ja. Deze ja, was ja, makkelijk. Ja. Vond ik ook. Maar... Ik zag hier nog iets. Wat heb je gevonden, Potter? Oh, earmuffs. Dat zegt al genoeg. Staat hij er weer? Het lijkt wel op van dingetjes kamer. Coins, oké. Okay. Essence, Strength Potion en een Magical Me. Een boek. Heel lijp. Nou, laten we doorgaan naar, kamer 3. Naar level 3. Kijk, daar zijn we dan. Ik ben benieuwd wat we hier moeten doen. Dit ziet er simpel uit. Wat is dit? Ik zie alweer. Zal ik eens overhalen? Oké. Okay. Het kan niet, omdat er zit nog een hek voor, waardoor hij niet die kant op kan. Oh ja. Ik zie hier kan wel ruimte een guard weer. Moeten we die omtoveren? Zou ik, als jij hem stunt, tover ik hem om. Ja. Past hij door de deur? Nee, pas niet door de deur, maar blijf maar gewoon hitten. Ja, duw hem. Pest hem gewoon, yes. Ja. Oké, okay, doe het. Een Stupefy, dat is het verkeerde spel. Maar... En dan killen we die eend weer. Ja, een key. Jee. Nice. Wat lullig, ik vind nog steeds free die eenden gewoon. En dan kun je daar naar beneden. Veel succes. Ik blijf lekker hierboven. Huh? De deur zit op slot. Oh, jongen. Hallo, Amora. Hallo, Amora. Huh? Hoezo zat die deur op slot? Ja, oké, okay, nou, met de key kunnen we hierheen. Hallo, hebben we een hendel? Die halen we over. Is het hek dan naar beneden? Yes. Yes, en dan kan je hem roepen. Bom. En dan kunnen we parcouren, of niet? Is de bedoeling dat we nu parcouren? Oh, hij moet halverwege zien te komen. Hey, wacht eens, hier is een ladder. Echt? Oh, daar stond hij gewoon op. Dat is de bedoeling dat we hem weghaalden. Ah, waar worden we heen gebracht? Weg. We zijn een soort van in de kelder of zo. Gaan we weer omhoog. Gemaakt. Oh, en dan hier een lever. En een hendel. Ah, kijk, en nu? Oeh, maar hij moest eens de andere kant op. Ja, nou, dat doen we dan. Dus kan je die hendel weer zo overhalen? Ja, dan roep ik hem hierheen. Ja, oké. Okay. Ah! Roep hem maar, ja. En dan kan je hem nu weer overhalen. En dan, als het goed is, kunnen we zo doorrennen, ja. Ah, dan kunnen we dit ding ook weer omtoveren. Boing. 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 Ah, hij reed niet bij mij. Hoppa. Let op, hè, hoe ze moet. Ik ga een keer doorrennen. Boing. Oh. Oké. Okay. Ja, dit gaat top. Oké, okay, wat nu? Ik denk deze kant dat op. We nu, Vind ik een leuke les van McGonagall, dit. Ja, hey, daar heb je er ook. Hallo. Hey, wat hallo, McGonagall. Excellent. 20 punten. Serieus. En we hebben dus wel nu geunlocked. Nice. Dat is top. Nou, dan gaan we naar de classroom. Vind ik helemaal prima. We sturen ons maar terug. Zo. Wat een goede les hebben we weer gehad, hè, Robin. Oh, ik ben er moe van. Kunnen we die papegaai weer omtoveren? Is dat een ding? Zou wel leuk zijn.
Zal ik het proberen? Mechelimmechelu. Nee, de dada. Moeten we naar dada. 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 Wat is hier beneden, Toos? Mojimoji. Helemaal niks. Nee. Nou, laten we naar Defense Against the Dark Arts gaan. Want dat is onze volgende les weer. Hé, hey, maar dit is ook wel leuk weer. Laten we hierheen gaan eerst. Laten we even het kasteel onderzoeken. Wat we allemaal kunnen vinden. Ah, een kist. Met coins. Een tiny red. Weet ik veel wat. Oh mijn god, wacht. Meen je dat? Wacht even hoor, wacht even. Volgens mij heb ik iets heel leuks gevonden. Oh. Ja! Ik heb een nieuw hoedje. Wow. Oh god, die is leuk. Prachtig. Dit prachtig. Hebben alleen de echte tovenaren. De echte tovenaren eten. Die krijgen dit hoedje. Ja, tovenaar bloempot of zo. Tovenaar bloempot. Wat vond je hier? Muntjes. Oh, oké. Okay. Nou, in ieder geval een beetje geëxplored. Dus laten we die Chamber of Secrets eens gaan zoeken. Ik ben heel benieuwd. Dan moeten we naar de toiletten toe gaan. Weet je wat het is? Wacht, laten we eens naar de main hall gaan. Vanaf daar gaan we zoeken. Hey, dit kunnen wij nu. Nee, ik wil hem hier. Oh. Wat is hier? Oh, nee. Niet weer. Ik ga looten. Maar verder helemaal niks. Ja. Nee, gewoon om een beetje van dat soort dingetjes. Robin, ik heb hem gevonden. Ik heb hem gevonden. Moaning Myrtle's bedroom. Daar is ze, de geest. Echt? Ik heb het legit gevonden, ja. Ik volg de Girls' Lavatory. En dit is uit... Ja, dit is het. Dit is die... Oh mijn god, dit is het. Maar daar kan je als het goed is nu ook naartoe vers treffen. Omdat ik er nu geweest ben. Ik heb het gevonden. Ja, dat denk ik ook. Wat lijkt me toevallig. We hebben helemaal niet zo heel lang gezocht. En er is zelfs een hendel. Een chain. Oeh. Dan kom ik eraan. Oeh. Ik ga wel eens met haar praten, wat ze zegt. Moaning Myrtle, you're a ghost, how did you die? Ze heeft in principe niet zoveel boeiends te vertellen. Hey, jij daar! Hey, vergeet zeker even niet te abonneren en te liken. En laat even in de reacties weten wat jij zou doen als jij kon toveren. Fijne avond. Oh mijn god, hoe kom jij naar Riddershoofd? Gevonden. Oké, laten we gaan. Oh ja, dit ziet er al meteen ook wc-achtig uit, deze tegels. Yep. En kijk, hier links, dit is hem. Zal ik de hendel overhalen of wil je eerst nog met haar praten? Nee, doe maar. Oké, komt ie. 3, 2, 1. Oh. Oh, ja. Ja. Dan gaan we. Ben je ready? Gaan we dat echt doen? Doei. Oh mijn god, het is ook gewoon gelijk donker. Waar ben ik? Oh, waar zijn Hallo? We. Hallo. 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 Oh mijn god, we zijn legit, gast. We zijn in de Chamber of Secrets. Oh, pas op, want het zijn gelijk skeletten. Boom. Hoppakee. Ik heb ze bijna allemaal in één keer. Kan je die laatste pakken hier beneden? Ja hoor. Oh mijn god, dat hoofd, ouwe. Het skelethoofd gaat nog gewoon door. Moet je zien? Nee. Wat? Nee, maar dat willen we niet. Dat willen we niet, dood blijven. Maar eigenlijk wil ik hier ook nog helemaal niet... Wij zijn nog helemaal niet ervaren. Ja, maar dat was Harry Potter in de film ook niet. Die was ook maar niet ervaren. Jij zei tegen mij in het begin dat we niet met Harry Potter moesten omgaan, want anders gingen we dood. En nou gaan we hier zelf naartoe. Nu gaan we, er zelf mee. Boom! Oké, achter ons is dood. Ik verleen deze Zijn arm leeft nog! Zijn arm? Oh, dat meen je! Zijn arm leeft inderdaad nog. En zijn hoofd, maar dan moeten allebei dood. Oké. Laten we doorgaan. Rustig naar de, weet ik wat, die grote chamber. Dit is lijst, man. Dat zou echt zijn. Au, hij schiet! Boom! Pas op, achter je. Oh, ik heb zijn benen eraf. Hit op, één op de benen. Kijk, deze kruipt ook gewoon. Kijk dit! Wat ziek, ouwe. Ja, je mag wel dood. Ik kan me niet herinneren dat er zoveel skeletten rondliepen in de Chamber of Secrets. Ik ook niet. Ik kan me helemaal niks herinneren daarvan. Ik wil er ook helemaal niks van herinneren. Zijn we er al bijna, bij echt het lijpe gedeelte? Geen idee. Of niet? Oh, maar deze, wat zijn je Ik schiet gewoon zijn arm af en je loopt gewoon door. Dat hoofd. Als je ze slaat, dan krijg je dus dat er gewoon restjes rond blijven lopen nog. Zoals een arm. Oh mijn god, ik heb hulp nodig. Robin. En loop ik gewoon zonder hoofd door. Ik hiel ons. Hier, kijk. Oh ja. Kom even hierin staan. Is goed voor ons. Gaan we dit doen? Ja, doei. Oh, nee, shit, snel. We kunnen helemaal niet zo snel zwemmen. En we hebben die dingen nog helemaal niet. Terug. Ja, waarheen terug? Terug. Octopus! Terug. Oeh. We hebben die Essence of Gillyweed potion helemaal nog niet. Ik ga dood. Ik zie helemaal niks meer. We hebben die potion niet. Je bent onzichtbaar. Ik ben dood. We hebben die potion helemaal nog niet. Oh, dit gaan we niet redden, Robin. Zou ik proberen ergens heen te zwemmen? Ja, dat kun je doen. Ik kijk wel hoe ver we komen. En anders hebben we die potion echt nodig voordat we hierheen kunnen voortaan. Oh, hier kan je ademen. Je kan ademen tussendoor. Oké, Robin, ik wacht hier gewoon op jou en dan kom jij gewoon rustig hierheen. We hebben eigenlijk echt die Ashes of Gillyweed nodig. Dan kunnen we gewoon langer onder water chillen. Oké, ik doe Bombarda Maxima op dit ding. Bombarda Maxima. Er komen er heel veel dingen uit. Dus als we even snel gelijk doorzwemmen. Gelijk doorzwemmen. En naar boven, En naar boven, inderdaad. Gelijk ademen. Oké, die dingen moet je blijven slaan. Potions of spels werken niet echt op ze. Jawel. Oké, hierheen. Oké, komt ie. Hier doorheen. En dan weer omhoog. Oh, ja! Oh, we zijn uit het water. Oh, wat was dit vervelend. Dat stukje. Oi, oi, oi. Een heel naar stukje. Okay, jij gaat gelijk dood. Ik heb echt geen zin in jou. Zo. Rat. Oh. Gewoon een rat.
Stinknat. Hier, bok op. Nee. We slaan hem gewoon in elkaar. En jij gaat gewoon echt dood. Jij ook. Nice. Oké, volgens mij, ik heb het gevoel dat we er wel bijna zijn. Hier ook. Nemen we de linker of de rechter deur? Oh, hier staat... Oeh, hier staat een snake ding boven de deur. Ah. Oh mijn god, ik ga bijna dood. En wat staat hier boven de deur? Wat staat hier boven? Niks. Zullen we eens deze dan doen, waar niks staat? Ja. Ik wel gooien. Open jij hem? Ja. Nou, hallo Amora. Gaan we er doorheen? En wat vinden we? Een kist. Oh. We moeten wel die andere kant op dus. Met wat coins en alles. Oké, laten we eerst de andere kant dan opgaan. Of eerst nu de andere kant opgaan. Zijn we hier al geweest? Nou, we zijn er vast. Kunnen we deze wel openen? Ik open hem wel. Ik ga proberen in ieder geval. Hallo Amora. Maar deze, wat een puzzel hier weer, hé. Oh, weer een hele puzzel, inderdaad. Ja, maar wel leuk. Wel leuk. Goeie puzzel. Kijk, we gaan nu op eigen avontuur. Dat is Harry Potter ook, hè. Die gaat af en toe gewoon skiptische lessen. Dan gaat hij gewoon op avontuur. Ja, wat we dus niet zouden doen. Wat jij mij hebt beloofd. Eigenlijk zouden we dat niet doen, inderdaad. Hier kan je... kijk. Oh. Ik ga pletten. Komt ie. Nee, ding nee. Achter je. Pas op. Ik hoor twee schroefplanten. Er is echt alles gewoon hier. We moeten elke spel die we ooit geleerd hebben, moeten we hier gebruiken. Ja, dan zul je zien dat het nog niet kan. Oh, wacht. Ik kan hier, Wingardium Leviosa doen. Heb je hem? En waar breng ik hem heen? Hierheen. En dan, wat doet het? Wat deed het? Iets ging open, volgens mij. Haal hem er eens uit. Haal hem er weer uit. Oh, ik zie het al. Ja, haal hem maar op. Dat ding. Dat ding. Oh, we moeten omlopen. Oké, wacht. We moeten daar zien te komen. Ik ga er wel gewoon langs rennen. Oh, dat kan niet. Je kan er echt niet langs rennen. Wat vertelt het nou? Als je zo ooit tegenkomt, zorg dan dat je earmuffs hebt of... Oh, hier kan hij in. Wat doet dit? Misschien staan hier achter. Wacht. Zal ik hem even naar beneden laten gaan? Wingardium Leviosa hierheen. Swish en flik. Ja. We gaan dit open. En dan vinden wij... Oh, dan kunnen we naar de andere kant. Nu snap ik hem. Dan gaat hij open zeker. Ja, nu kan je hem eruit halen. Ik heb de poort hier open gedaan. Ja. En dan kan ik nu, kan ik hem, hierheen toebrengen. Oh, dat is verkeerde. Kijk, kan ik hem roepen? Ja. En dan kan ik hem naar deze kant roepen. Kan jij hem daar weer heen roepen. En dan kan je er als goed is op. Ik haat echt die beesten, echt waar. Wat vinden we hier? Donker. Is het heel donker? Dat we Lumos nodig Laten we hem vastpakken. Oh, hier, laten we Lumos vastpakken. Wordt het heel donker? Als in echt... Ja, oké. Laten we Lumos pakken dan. Ik zie niks. Ja, hoppakee, zo. Pas, je moet echt alles wat we ooit geleerd hebben, moeten we hier gebruiken. Het is heel dolf weer. Maar het is wel heel lijp. En het dolf is niet heel moeilijk zo te zien, want elke keer als je fout gaat, zie je het gelijk. Yep. Gok deze kant op, hierheen. Oh nee, dit is niks. Oh, waar gaan we zo uitkomen? Ik denk echt dat we legit een slang als snake fight krijgen, gewoon. Die grote basilisk. Zie je iets? Of... Ja, donker. Ja, maar als in waar we nu heen gaan. Ja. Is dit iets nuttigs? Oh mijn god, het is echt een mega dolf, ouwe. Oh, we hebben hem! Hoppakee! Snel weer. Oh, daar is het! Wat? Ja, dat is de deur! We hebben hem gevonden! Ja, eerst de skeletons. Ja, ik pak die guy daar. Pak jij die achter me? Doe alle... Oh, nee. Oké. Die hier moet nog. Toen? Ja, die is dood. Dan hebben we ze allemaal. Maar hoe doen we dit? Oh, ik denk gewoon deze overhalen. Is het zover? Moet ik hem overhalen? Ja, doe het. Oeh, maar Robin. Ja? Dat gaan wij in de volgende aflevering doen. Oeh, yeah! Jongens, ben jij nou zo ontzettend benieuwd wat wij hierachter gaan vinden? Als je de films hebt gezien, dan weet je het natuurlijk. Maar ik ben ook zelf, ik heb de films gezien, maar ik ben gewoon vooral benieuwd hoe dit in Minecraft gaat gebeuren. Hoe deze, want alles tot nu toe is zo lijp, dus ik ben ook echt benieuwd hoe dit gaat zijn. Maar ja, daarvoor moet je eigenlijk de video even liken. Want bij 2000 likes komt het volgende deel, jongens. Of 3000, maak eigenlijk net. Like maar gewoon en abonneer gewoon eventjes. En dan nu, spreek ik je later. Glaasje water, telt 4 flesjes bier. Kijk ook even deze video, want dit was het volgende deel. En dit is Robin zijn favoriete Fortnite video. Dit is eigenlijk gewoon Harry Potter Minecraft deel 3. Tot de volgende keer, yeah! Ha ha ha!